Ik denk niet dat Davy de fout mij zal verslaan. Het zal niet gemakkelijk zijn om aan te verslaan. Ik ben een winnaar, dus lijkt dat zo te waar een winnaar is, dus ik wil altijd winnen. Oh, dat niet vet, dat niet vet. Ja, vet. Ja. Ik ben die beest en een kampioen blijkbaar. Wow, ik doe het nog professioneel bowlen in het hoor. Oh ja, dat is jammer. Het dat verzwegen, hè? Dat voetbal is ook niet slecht, maar ja. Dat bouwen we nog binnen. Dat bouwen we nog. Oh. Moet ik een tip geven? Je moet niet zo zwaar vallen, maar je moet naar die stripjes hier van voren smidden. Je moet niet naar de keel kijken, maar die stripjes van voren. Zie je die stripjes staan? Ja, daar ja. En je moet naar de mensen stripjes smidden. Oh, ik doe dat toch al zo. Moet een beetje naar rechts zeggen, ja. Ja, het gaat beter, hè? Goed dan, dat is goed dan. Ik heb enkele tips voor weergeven, maar ik denk dat er nog veel progressie in zit, zoals ze zeggen. Ik ben een goede tip geven. Het was expres, hè. De bal waren ze hier lekker vier, maar lekker Marian. Voetenwerk, dat was een beetje huppel de pup, zoals we zeggen. Een soort trippelingen, denk ik. Oh, dat was een zwaar. Ik vind dat beter. Dat is niet zo hard, maar je gaat toch... Ah ja, ja. Dus ben gewoon. Ben gewoon. Die heeft nu gewonnen en ik hoop dat hij het verlengstuk uitdraaien. Dus nu zaterdag om er alles voor te geven om tegen Lierse dus de overwinning te boeken. Zij mogen natuurlijk ook de opdracht kiezen, dus dan mag je toch altijd een bepaalde tegenstand verwachten. Maar ik ben nogal redelijk polyvalent in alles, dus laat ze maar met opdrachten komen. En ja, vandaag op de goede weg zou ik zeggen.